Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario 3D Land. Het is weer tijd om dit level opnieuw te gaan doen en om de coins te gaan pakken. En van een van de coins was ik wel al overtuigd dat ik weet waar die is. Maar misschien dat ik... kan ik hier opkomen? Even kijken hoor. Ja, ik denk wel dat dat kan. Stel nou hè. Kan ik die niet uitmaken met mijn... Nee, oké. Okay. Ik zou dan een vuurbloemetje moeten hebben, maar die heb ik natuurlijk niet. En ik weet ook niet of je die in dit level wel zou kunnen krijgen. Ik moet in ieder geval even goed opzoeken naar... Of rondkijken voor... die ene coin, of die twee coins die we gemist hebben, waarvan dus net aan gehaald. Zou ik toch... Oh, wacht, kan je hier niet op? Ja, kijk, hier is de eerste coin. Kijk, hier zal je die allemaal aan moeten steken. Alleen ja, dat wordt lastig als je geen vuurbloemetje hebt. Dus we moeten echt een keer terugkomen als we het vuurbloemetje hebben waarschijnlijk. Of we moeten die nog ergens krijgen. Maar dan zou je terug moeten lopen. Ik denk niet dat dat ideaal is. Die hadden we al. Dat was de derde. Okay. Mochten we ooit een keer een vuurbloem krijgen, dan moeten we gewoon terug naar het level. Ik weet niet of u hier nou het... Ja, we hadden de gouden in ieder geval. Dat komt mooi uit. We moeten dus zorgen dat we een vuurbloemetje gaan krijgen. Maar misschien, dat weet ik eigenlijk wel zeker, die is verderop vast nog wel te halen. We moeten dus niet vergeten om hier naar terug te komen. Wat is dit voor level? Misschien is het wel een vuurbloemetjes level. Je weet het niet. Oeh, interessant. Dit ziet er very interessant uit. Oké. Okay. Dit wordt weer een stukje waar je echt moet opletten waar die coins zijn. Want die kan je zo missen. Oké. Okay. Nou, boomerang, die hadden we nog, maar dat maakt niet uit. Au. Ik heb het gevoel dat we iets gemist hebben, maar misschien is dat wel niet zo. We moeten nu toch al inmiddels iets gemist hebben, dat kan toch niet anders. Auw. Oh, dat was de eerste. Oké, okay, dat is wel helemaal mooi. Laten we dit rondje even afmaken. Oké, okay, dat was niet nodig. Oh, je weet het niet, hè? Er kan van alles zitten. Oh, dat ging bijna fout. Kijk, die verwacht ik stiekem al. Sterretje? Jazeker.
Nice, dat was de tweede coin. Auw. Gaat goed. Nee! Kut, nu moet ik dit opnieuw doen. Very sad. Nu moet ik dit opnieuw doen. Zou overigens Tanuki Shoot wel heel erg bij helpen. Zullen we even voor een Tanuki Shoot gaan? Laten we dat doen. Een standaard plek voor Tanuki Suits. Kut, dat was niet de bedoeling. Zo, Renny. Hier binnen we nog een Tanuki Suit halen. Gewoon, dat kan. Oké. Kijk, toch weer een leventje er nog bij. Het is niet zo lang level om opnieuw te doen voor de Tanuki Suit. En die Tanuki Suit kan ons zo erg helpen. Zeker voor al die gouden vlaggen die we moeten halen. Kom je hier? Ik begin nou te twijfelen of je hier een vuurbloem kan halen. Even proberen. Zo, nice. Ja, nice. Oké. Goed om te weten. Ging bijna fout. Alles overleefd. Nou, dat was dat weer. Nou, mocht we ooit een vuurbloem nodig hebben, dan kunnen we level 2 opnieuw spelen daarvoor. Wahoo! Wahoo indeed. Oké. Dat was heel zonde en heel dom. Dat was gewoon dom. Kutzooi. Hey, dat lol. Dat was het muziekje van Zelda. Ah, dat moest ik zijn.
Zo. Oké. Ja, dit level completen we nu helemaal. Dat is mooi. Dan gaan we nu door met... Ik kan het niet laten om toch weer even naar wereld 1 te gaan om zo'n vet cool blaadje te halen. Gewoon dat we in onze pocket hebben. We zijn boven bij mij een hele hoop herrie aan het maken. Waarom? Ik heb geen idee. Voordat ik het weer verneuk, pakken we gewoon een tweede. Oh, dat werkt dus blijkbaar niet. Kut, sorry. Nu moeten we gewoon zorgen dat we dat blaadje bewaren totdat we bij de finish van het level zijn waar we waren gebleven. Even kijken of we deze kunnen speedrunnen. Oké, die is dood. Gaan we nu hier naar beneden. Dat was helemaal niet nodig. Nee, dat meen je niet. What the fuck? Ik had hem dus gewoon ook nog eens tot hier kunnen bewaren. Wacht, ik kan nu terug gaan, toch? Ja. Nee. God, kut level is dit, zeg. Ja, ik kan wel Wahoo zeggen. Maar zo Wahoo is het allemaal niet, Mario. Dit level gaan we al heel vaak zien zo natuurlijk. Oké.
Goed, gaan we het nog een keer proberen. Ja, wauw, ja. Er valt nog niks te wauwen. We moeten gewoon het gouden vlaggetje hebben. En dan pas valt er wat te jouwen. Voor de full completion. Nou, gaan we het zien hoor. Goed, gaat vlaggetjes ook binnen. Course clear, yeah. Nou, we hebben pas één nieuw level gespeeld vandaag. Laten we wel gewoon meteen ook even kijken of we een tweede nieuwe level kunnen spelen. Toch nog iets van progressie gemaakt. Oeh, het fun. Oeh, we zijn beneden. Oeh, deze moet je twee keer raken, oké. Oeh, magische poeder. Ah, oh, leven, ik dacht een munt, helaas. Hey, Monty. Monty Molling. Oeh, dat was de tweede. Dat is geen goed nieuws. Okay.
Ik moet wel even die andere hebben. Boven is dus niks. Hé, hey, daar is de andere kooi. Nice. We scavenge these coins. Oké. Okay. Oeh, interessant, oké. Dat het? Ik dacht, er komt magische poeder. Dat valt vies tegen. Ik denk dat we dan eerst daarin zouden moeten. Geen kooi hier. Nee, geen kooi hier. What the fuck? Oh. Nee, dat ook niet. Dit lijkt op alsof jullie achter nog iets is. Nee, oké. Okay. Dan moeten we door. Ik denk dat we wel een beetje op de tijd ook moeten gaan letten. Oh, hier is de laatste kooi. Oké. Okay. Wauw. We kwamen uit het nothing. Dan is het de tweede. Ja. Zo, kijk. In ieder geval gewoon een level in één keer gehaald. Dat is ook weer een keer lekker. Lekker, man. Wahoo indeed, Mario. Wahoo indeed. Ik wil bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Dan zie je graag de volgende keer weer bij Super Mario Land 3D. Adios, amigos.